Het is niet waar dat de toelage van 1000 SRD aan ambtenaren niet wordt belast, zegt minister Bronte Somohadjo van Binnenlandse Zaken. In gesprek met onze nieuwsdienst geeft hij aan dat een toelage gezien moet worden als een tegemoetkoming. Het besluit is genomen dat de lage inkomensklasse weinig tot geen belasting hoeft te betalen. Het kan zijn dat die groepen misschien onder de 50 SRD aan belasting zullen betalen, meent Somohadjo. Natuurlijk is het een druppel op een hete plaat, dat beseffen wij ook als regering. Maar wij moesten wat doen. De situatie is nijpend nu. Toen heeft de president besloten in afwachting op het sociaal akkoord wat we met de vakbonden willen sluiten. Gaan we toch iets moeten doen voor de ambtenaren nu, voor de mensen die onderstand hebben, voor de gepensioneerde ambtenaren, voor het ziekenhuispersoneel, voor de verpleeghuizen. En dat is, komt neer op ongeveer 100.000 zoveel mensen die we nu tegemoet komen. Ik snap het nogmaals, het is een druppel op de hete plaat, maar laten we alvast beginnen. Wij zijn ook begonnen met het stabiliseren van de economie, daarvoor is ook de koers losgelaten. Je ziet de koers zakt een beetje, het is nu volgens mij 1 op 19. Ik heb zelf gezien dat banken aanbieden dat je nu dollars mag kopen voor een koers van 19 en dat is goed nieuws. En zodra wij de koers hebben gestabiliseerd, kunnen wij beter beleid maken en dan zullen wij overgaan tot het beter belonen van onze Surinaamse bevolking. Minister Bronte Somohadjo geeft verder aan dat de begrotingsbehandeling morgen van start gaat. En aangezien de ondersteuningstoelage daaruit voortvloeit, is een goede voorbereiding altijd goed. Bestuurder door de verschillende actoren, waaronder natuurlijk de oppositie, de coalitie en daaruit zal voortvloeien. We hebben een grote pot gereserveerd voor lonen en salarissen. Dat is het grootste gedeelte wat is weggelegd aan gelden en wij proberen dat te verminderen. Wij gaan kijken naar vervroegd pensioen, we hebben al de exercities gedaan, we gaan kijken naar vrijwillig vertrek van mensen uit de dienst. Maar wat de president zegt, we gaan niemand broodloos maken. Dus het is een puzzel die we moeten oplossen, maar we gaan die puzzel zeker oplossen. Minister Bronte Somohadjo van Binnenlandse Zaken. Er is veel kritiek van buitenaf op de regering en dat is begrijpelijk, zegt de bewindsman. Hij hoopt dat het land snel uit de crisis geraakt, zodat alles terug kan naar normaal.